was de Game Bowsie. Vandaag kan ik weer een keertje opdracht, zeg maar, mijn kist soort van claimen. Ik heb nog maar 5 punten nodig en dan kan ik mijn reuzenkist claimen. En dan hoop ik dat ik daarna een super magische kist ga krijgen. Die heb ik nog nooit gehad. Ik heb wel legendarisch gehad, ik heb magische kist gehad, ik heb 2 keer reuzenkist gehad. Dus er moet een keertje een super magische kist in komen, zou ik denken. Maar daar gaan we zo meteen achter komen. En wat er ook in de winkel is, is een epische kist. Dus die gaan we zo meteen ook openen. Dus dit wordt best wel een leuke video met een paar leuke kisten. En ik ga dus zoveel mogelijk opdrachten proberen te halen. Want ik heb 2 opdrachten bijna gehaald. Speel 20 keer met de kanon. En speel 60 keer kaarten met gewone zeldzaamheid. Ik denk dat ik na 2 of 3 potjes die 2 challenges wel heb gehaald. Maar voordat we echt gaan spelen en de kist gaan openen, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. Vergeet ook niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En trouwens, ik kan meteen al die reuzenkist claimen. Dus dat ga ik ook doen. Dan kan ik deze ophalen. Dan krijg ik 5 keer over. Maar dat boeit me niet. Maar dan kan ik nu wel de reuzenkist claimen. En dan gaan we aan het eind van de video gaan we nog die epische kist openen. Met 20 epische kaarten. Dat is ook ziek. Veel. Maar eerst de reuzenkist. Come on. Oeh, nice. Goblinbende is sowieso goed. Gebruik ik veel. We krijgen nu een duistere prins. Gebruik ik iets minder. Maar alsnog chill. Skeletton is ook dikke prima. En wat krijgen we als laatste? Nice. Zeppies. Oh, die wou ik echt heel graag. Want die heb ik bijna level 7. En dan zit die zeg maar op het level wat je moet hebben voor uitdagingen. En dan heb ik er nu nog maar 9 nodig. En dan heb ik hem ook al geüpgraded. Dan heb ik alle kaarten gewoon op uitdagingen niveau. Dat is echt super nice. Oké, dit is mooi. En we krijgen nu een gouden kist. Dat is wel iets jammer. Maar als ik al deze challenges nu haal, dan heb ik die gouden kist al ontgrendeld. Meestal heb je na een goede kist een gouden kist en daarna krijg je weer een goede kist. Dus waarschijnlijk krijg je na weer een goede kist. Maar we gaan even 2 of 3 potjes spelen om in ieder geval die 2 uitdagingen te halen. Ik heb natuurlijk een kanon in mijn deck. Die zien jullie nu niet, maar die komt zo meteen tevoorschijn. En ik moet natuurlijk veel normale kaarten inzetten. Gunstelingen zijn volgens mij normaal. In ieder geval, ik ga gewoon lekker spelen. En we zien wel. Ik zorg er in ieder geval voor dat ik heel vaak de kanon ga inzetten. Want dat is ook een normale kaart. Dus dan heb je 2, zeg maar, opdrachten in 1. En dat is natuurlijk wel net zo chill. Ik moet trouwens ondertussen wel even een vuurbal hier neerzetten. Want anders is het meteen fucked up vanaf het begin. Want zo'n elixirpomp, als die gewoon zijn werk kan gaan, dan ben je echt helemaal gefuckt. Oké, nice. Joh, de gunstelingen doen goed hun werk. En dan kan mijn reuzenskelet komt bij zijn toren. Dus dat is ook chill. Heb ik meteen lekker veel damage kunnen doen. Zet ik mijn kanon wel even neer om hopelijk die babydraak af te leiden. Gebeurt niet, dus dat is een beetje fucked up. Dan moet ik wel een goblinbende inzetten. Want anders kan ik gewoon te veel damage doen. Ik had verwacht dat zeg maar die babydraak naar mijn kanon zou gaan. Maar dat gebeurt helaas niet. Oh shit, zet hij weer zo'n elixirpomp in. Maar ik heb momenteel geen vuurbal. Dan moet ik eerst een andere kaart inzetten voordat ik een vuurbal heb, voordat ik die kan neerhalen. Wat gaat hij daar tegen doen? Oh, nice, hij zet die ridder iets te ver naar voren. Zet ik nu hier een vuurbal neer en dan heb ik zijn toren ook nog neer. Nou, ideaal, oké. Dit gaat dikke prima tot nu toe. Eigenlijk wil ik nu nog mijn kanon inzetten. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Misschien moet ik die ridder even zorgen dat hij naar mijn middelste toren gaat. Als ik die nu zo doe, tornado. Kom op, doe even een hit op mijn toren. Ja, nice. Kijk, die is nu geactiveerd. Dat is zo'n chill aan tornado's soms. Dan kan je gewoon precies zo'n troep selecteren en dat die naar mijn hoofdtoren gaat. Ik zet hier even een kanon neer. Dan kan die ook een beetje die golem schieten. Zet hier nog even een tovenaar neer. Oh, die moet niet op de golem. Zet ik even snel een goblinbende neer. Om die megagunsteling af te leiden. En nice, die golem die ontploft niet bij mijn toren. Dus dat scheelt al een hele hoop. En die babydraak moet nu ook dood. En dat gaat ook gebeuren. Oké, nice. Dit gaat perfect tot nu toe. Zet ik hier even mijn reuzenskelet voor neer. Ja, zou ik gewoon meteen voor de 3 kronen gaan? Of, nou oké, wacht. Ik wacht wel even. Ik zet hier wel even een vuurbal. Ik wil gewoon even op safe spelen. En dan zet ik ondertussen hier weer een kanon neer. Heb ik nu al 3 kanonnen neergezet volgens mij. En kunnen er natuurlijk nog meer worden. Moet ik zo meteen wel genoeg tijd hebben daarvoor. Maar ik zet weer een golem in. Zet ik hier even een tovenaar. En die tornado die bewaar ik, mocht die dicht bij mijn toren komen, kan ik dan eventueel die nog inzetten. Hier even een houthakker bij neerzetten. Zet hier even een reuzenskelet neer. Oeh, dat deed hij wel redelijk goed, die bliksem. Dat is wel een beetje fucked up. Ik zet hier nu even een goblinbende neer. Zet hier even een kanon. Wordt hij dan afgeleid? Ja, dan wordt hij afgeleid. Dat is een goede zaak. Wat kunnen we nu doen? Ik zet hier wel even een tornado neer. Dan alle troepen bij elkaar. En dan kan die waarschijnlijk helemaal geen damage doen op mijn toren. Dat is ideaal. En dan kan ik nog een kanon inzetten. Nee, dat helaas niet.
Ik kan nog even een vuurbal inzetten. Oh, nou, het is net te laat. Maar in ieder geval was dit in ieder geval weer een goed potje. Ik heb gewonnen. En oh, dat betekent trouwens dat ik nu ook in de divisie hoger zit. Want ik had nog maar heel weinig nodig. Ja, inderdaad. Ik heb nu 4300 trofeeën. Dit is voor het eerst dat ik zeg maar dit seizoen boven de 4300 trofeeën zit. Meestal haal ik dit wel elk seizoen. Maar weet je, is toch wel chill dat het is gelukt. Ik wil gewoon weer een keertje uitdagen 3 halen. 4600 plus trofeeën. Maar ja, daar hebben we nog even geduld voor nodig. Ik kan deze kist trouwens even ondertussen openen. En hoeveel zetten we ondertussen met de opdrachten? Oh, de gewone kaarten, die heb ik echt bijna gehad. Ik denk dat voor de kanon moet ik nog 2 potjes spelen. Nou, we gaan in ieder geval door naar het volgende potje. Let's go! Dit is wel echt super om gewoon meteen weer dus een uitdaging hoger, zeg maar een klasse hoger. Dan krijg ik natuurlijk nu ook betere tegenstanders. Trouwens, die kanon die is helemaal niet een hoog level. Ik gebruik hem nooit, hij is level 10. Ja, dat is voor mij niet een heel hoog level. Ik kan hem nog verder upgraden, maar omdat het echt een kaart is die ik nooit gebruik, vind ik dat een beetje zonde. Kanon die moest ik eigenlijk eerder inzetten. Het is een beetje fucked up, dan kan die Hog Rider toch nog een paar hits doen. Ik had beter die alleen die kanon kunnen inzetten. Wat ga ik nu doen? Zou ik die reuzenskelet daar laten? Ja, hij overleeft dat ook. Zet die wel. Oh, nou shit. Wat moet ik doen? Ik zet hier. Ik denk dat al die. Ja, die barbaren gaan wel dood door die bom. Dus daar hoef ik niks aan te doen. Zet ik even vuurbal neer. Om de elixirpomp nog een beetje neer te halen. En dan hoop ik niet dat hij nu nog een elixirpomp neerzet. Want die kan ik niet verdedigen. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Zet iets neer. Doe iets. Nou ja, dan ga ik mijn initiatief tonen. Ja, ik had het al verwacht. Ik had gewoon verwacht dat hij inderdaad nog een elixirpomp neer ging zetten. Misschien had ik mijn vuurbal beter kunnen bewaren. Ik doe hier wel even een tornado. Tornado, doen we hier even goblin bende. En wat zullen we verder doen? Ja, dat is het. Het is echt fucked up. Oké, ik loop nu een beetje achter de feiten aan. Dat is wel een beetje balen. Maar ja, ik kan niet zoveel anders. Mag die nog een keer aanvallen? Ik heb in ieder geval een kanon. Die ga ik sowieso inzetten. Nu ook. Weet je, ik moet gewoon nu even goed verdedigen. Ik zet nu wel die kanon hier neer. Dan kan ik in ieder geval mee verdedigen met die goblins. Dan gaan die iets sneller dood. Dan doen ze iets minder damage. Is ook wel net zo chill. En dan zet ik nu mijn reuzenskelet wel hier neer. En mag hij nog een elixirpomp neerzetten, dan ga ik die natuurlijk wel schieten met vuurbal. En dat doet hij ook. Dat had ik ook verwacht. Want dat is natuurlijk super slim als je super veel elixir hebt. Die goblin band is een beetje dom, want die kan door mijn kanon redelijk snel dood worden gemaakt. Ah, dat valt een beetje tegen. Ik had dat sneller verwacht. Maar dan hoop ik dat ik er nu doorkom. Oh shit, zit die barbaren in. Dat is echt fucked up. En ook nog een vuurbal, ja, dan wordt het helemaal 10 keer niks. Wat zou ik nu doen? Zou ik zelf ook even een keer een goblin band inzetten? Ik zet gewoon een goblin band in. En hier trouwens even een kanon. Wat is kanon? Dan is in ieder geval gaat het iets sneller dood. Ik zet die kanon ook gewoon puur in. Omdat ik graag wil dat ik zeg maar gewoon wat van die kanonnen inzet. Zodat ik die opdracht snel haal. Hier even een tovenaar. Wat zou ik verder doen? Ik doe hier ondertussen even een vuurbal. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Want anders krijg ik die elixirpomp nooit meer. Die vuurbal. Oh, dat is op zich wel chill. Want als ik nu gunstelingen inzet, dan kan hij die volgens mij niet meer verdedigen. Nu al helemaal niet meer, want hij zette die zap ook nog in. Come on, doe een keertje damage. Doe damage, doe damage, doe damage, doe damage. Ik zet nog even een houthakker erbij neer. Ja, kijk, nice. Kijk, één verkeerde move van hem en hij is gefukt, want ik heb zijn toren nu kapot. En we kunnen misschien ook nog wel gewoon voor de 3 kronen gaan. Want het gaat nu opeens wel heel snel. Oh, nou, hij zet een zap in. Oké, en hij heeft mijn toren uiteindelijk ook. Maar ik denk dat ik dit uiteindelijk wel ga winnen. Dit is trouwens wel goed, dit extra tijd. Dan kan ik natuurlijk extra kanonnen inzetten en zo. Hier even tornado neerzetten, zodat die Hog Rider niet meer damage kan doen. Oh, nice. Dit ging helemaal perfect. En dan kunnen we hier even een kanon neerzetten. Mocht er daar iets neer worden gezet, kan ik dat dan ook goed verdedigen. En die houthakker die finisht dit klusje wel. Ja, en zijn toren is neer. Nice, en ik heb vet veel kanonnen erin neer kunnen zetten. Dus dat is ideaal. En ik ben gewoon 2 keer achter elkaar. Terwijl dat ik de kanon never nooit gebruik eigenlijk. Ja, kijk, 18 keer de kanon nu al. Nee, en ik hoef nog maar 2 keer in te zetten. Dus volgend potje is sowieso zover. En ik kan deze nu al ophalen. Dus dat is ook chill. 50 keer vleermuis, prima kaartje. En ik moet trouwens 10 keer 1 versus 1 of 2 versus 2 uitdaging winnen. Dat gaat deze video niet lukken. Maar ik kan deze nog wel even halen. En dan ik ga nog 1 potje doen. En daarna gaan we nog even die epische kist openen. Met 20 epische kaarten. Dat wordt ook sowieso nice. A few moments later. Oké, ik heb dit verloren. Dat weet ik nu al zeker. Ik kan nog even... Oh, ik wou eigenlijk tornado inzetten. Maar dat gebeurt niet. Ja, gefeliciteerd jongen. Je hebt gewonnen. In principe maakt het ook niet heel veel uit. Ik heb 2 keer gewonnen. En 1 keer verloren dan helaas. Maar weet je, ik heb mijn 2 opdrachten heel makkelijk gehad. En dat is natuurlijk ook chill. Kanon heb ik nu ook gehad. Dan kan ik die ook claimen. En dan heb ik nu nog maar 10 opdrachtpunten nodig.
En dan heb ik deze gouden kist ook. En dan hoop ik dat de volgende kist een super magische kist gaat worden. Dat zou heel chill zijn. Maar nu natuurlijk even de epische kist openen. 10.000 coins. Dat is op zich wel een goede aanbieding. Meestal koop ik ze dan ook. Omdat het gewoon chill meegenomen is. En oh nice. Dat was ook precies de kaart die ik wou. Die jager. Die kan ik nu upgraden naar level 5. Hij is nog maar net uit. En nu kan ik hem al upgraden naar level 5. Ik krijg ook nog 4 keer bowler. En we krijgen 11 keer wachter. Dat is wel jammer. Want wachter gebruik ik bijna nooit. Maar de jager is wel echt chill. Dat ik er daar meteen 4 van krijg. Dus ik heb vet veel nieuwe kaarten gekregen deze video. In die reuzenkist en in die epische kist ook nog. A few moments later. Nou, dit is ondertussen alweer ongeveer een half uur later. Ik heb even voor gezorgd dat ik de laatste opdracht ook gehaald. Toen moest ik 10 keer winnen. Ik heb even snel 10 keer gewonnen in uitdaging. Dus dan kan ik deze kist nu openen. Niet dat dat heel veel uitmaakt. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is of ik nu ook een super magische kist ga krijgen. Dat zou zo nice zijn. Ik krijg nu trouwens best wel chille kaart, om eerlijk te zijn. Maar daar gaat het nu niet om. Ja hoor, eindelijk. Holy shit. Dit heeft super lang geduurd voordat ik een keer een super magische kist kon krijgen uit de opdracht. En nu moet ik 500 punten verzamelen. Dat gaat sowieso ziek lang duren. Maar eindelijk is het zover. Zo'n super magische kist is zo chill. De kans uit op een legendarische is dan ook vet groot en je krijgt gewoon zoveel kaarten. Dus hier ben ik echt blij mee. Weet je, ik dacht ik wil gewoon nog even voor deze video die laatste opdracht ook halen. Gewoon even voor mezelf en het is dus uiteindelijk gelukt. Maar dit is nu echt het einde. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Zo ja, laat natuurlijk dat duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren mag je dat nog niet hebben gedaan. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Yeah!